Wij vinden dat politionele taken door opgeleid politiepersoneel moeten blijven uitgevoerd worden. Politionele vaststellingen, algemeen toezicht. Voorzien voor 1 jaar van een adviseur, maar geen vermindering van het operationeel kader met 1 voltijdselement. Dus we hopen in begin 2017 einde functie van de adviseur en benoemen van een nieuw commissaris. Onze fractie keurt deze tijdelijke aanwerving buitenkader met vermindering van 1 fulltime element in het operationeel kader zeker niet goed. Dit probleem stelt zich in heel ons land. Het is een gebrek aan officieren. Dus in zeer tuurlijk, maar we zouden lezen, en dat is trouwens het vorige punt, op de agenda geweest, dat we al 3 jaar proberen een officier aan te werken. 3 jaar aan te werken. Andere zones die in dit hoor zijn zelfs soms die al 5 jaar proberen zijn. Dus we moeten leren leven met de realiteit. Ik ben de jongste officier, ik ga binnen 3 jaar op pensioen. De zone zo overlaten, dat zou echt een heel slecht plan zijn. Dus we moeten mensen hebben die transversale verantwoordelijkheden in onze organisatie kunnen nemen. En daarom stel ik voor om in de loop van dit jaar het operationeel kader met 1 man vrouw te verminderen. Dus 5 commissaris in plaats van 6. En de taken die inderdaad door een kalf personeelslid zouden kunnen gedaan worden, door een kalf personeelslid laten doen. Andere zones volgen ons voorbeeld. Het is een operationele noodzaak om dat zo te doen. En laat met dat liefst een zeer waardevol element, Barbara Kloot. Nadeel is, als je goed bent, dat de kapers op de kust komen en als officieren worden weggetrokken, zijn geen vervangers. Dit jaar studeert er geen enkele officier af in heel België. Hier een enkele. Dus het is gewoon onmogelijk om een officier te gaan aanwerven binnen de komende jaren, tenzij er iemand van een andere zone zou willen overkomen met enkele honderden euro's loonverlies. Ik zie dat niet direct gebeuren. Want ja, geen ene officier van politie over heel Vlaanderen. Dus ik denk dat er nog 3 of 4 pastoors zou studeren. En dat is ook een knaltje beroep. Dus wij kunnen alleen maar alles openstellen. Wat we doen, wat we elke gemeenteraad terug doen. Wij vragen officieren en als ze willen komen, graag, hè, welkom. Het nadeel is dat misschien, is misschien ook wel een plan voor onze korpschef, maar hij is aan de andere kant een nadeel, dat inderdaad onze officieren blijkbaar zo goed zijn, dat ze overal in andere zones eerst komen op het examen voor korpschef. Gevolg, 4 weg en geen toever. Kunnen die mensen dat, hè? Heel duidelijk, hè? Want we zijn er wel trots op dat gaat Schoten. Schoten is de zone met de meeste korpschef ondertussen in Vlaanderen. Aan de ene kant is dat leuk, maar aan de andere kant is dat een groot probleem. En dit is de enige manier om ons kader draaiende te houden. Hè? Dus ik kan alleen maar vragen, los van de feiten en los van de kritieken die ik perfect begrijp, mogen ze bestemmen al 3 jaar elke gemeenteraad allemaal ja, graag officieren. Ja, dan moeten we het anders oplossen. Ja, dat is een goede vraag.